Universiteit van Nederland. Soms kom je langs zo'n puur lelijk gebouw. Waarvan je niet begrijpt hoe iemand het ooit heeft bedacht. Dit moet gewoon plat gegooid worden. Eigenlijk deugt er helemaal niets aan dat gebouw. Ik vind het ook niet erg mooi. Zoals het lelijkste gebouw van Nederland. Het lelijkste gebouw van het land. Staat misschien wel een harde berg. En Het is niet zomaar een gebouw. Het is het gemeentehuis. Wat kun je er mooi aan vinden. Maar waar de een zich druk maakt. Te geel. Geniet een ander. Nou, het is geel en ik huis mijn lievelingskleur. Smaken verschillen. Maar voor de duidelijkheid: deze aflevering hebben we het over wat lelijk is. Een favoriet onderwerp van kunsthistoricus en filosoof in de bouwkunde. Jacob Voorthuis van de TU Eindhoven. Hij legt uit waarom we soms van die onogelijke dingen neerzetten in Nederland. en vertelt waarom we iets lelijk vinden. Heel vaak? Niet altijd, maar heel vaak. Komt het omdat ik iets gewoon niet begrijp? Zelfs niet wil begrijpen. Zo van, hè, het is nieuw, het is anders, het is iets waar ik me niet comfortabel mee voel, ik, ik herken het nog niet, ik kan het nog niet, ik ben er nog niet aan gewend geraakt. Al dat soort factoren kunnen meehelpen in het lelijk vinden van dingen. Een expert in lelijkheid, terwijl Jacob met hele andere plannen aan zijn studie kunstgeschiedenis begon. Ik wou me bezighouden met hele kleine mooie dingen. Eigenlijk uh, geïllustreerde manuscripten en zo. Dat, dat vond ik echt het allermooiste wat er was. Dus daar was ik mee bezig. En op, op een gegeven moment zegt mijn docent: die zegt tegen me: van Joh, pff, daar is al zoveel over gedaan. Doe iets anders. Waarom niet lelijke grote dingen? Gebouwen. He, die heel veel emoties opwekken bij mensen. En dat weten we, dat dat zo is. Er zijn, ik bedoel, het boos zijn op gebouwen, dat is een bekend fenomeen. Dat kent iedereen wel. En in eerste instantie dacht ik van... gadverdari, moet ik me met oh, verschrikkelijke lelijke dingen... want ik zal je eerlijk zeggen, ik vond die betonnen bruten in die tijd... vond ik walgelijk. Ik wist niet waar ik naar moest kijken. En nog steeds hoor. Als ik nu door Amsterdam hier naartoe heb gelopen... Dan zit ik zo te genieten van die mooie stad die Amsterdam is. En dan denk ik nog steeds wel eens van waarom maken we die grote kolossen naar. Nou, maar dat, dat probeer ik dan wel te overwinnen. Dus het is ook een soort persoonlijk project geweest. Hè? Hoe overleef ik deze wereld als ik continu geconfronteerd word met dingen die ik lelijk vind? En dan kan ik dat alleen doen als ik ze beschouw. Als mijn eigen beperking. Ik heb een beperking dat ik dat niet mooi vind. Het is niet aan het gebouw, het ligt aan mij dat ik dat niet mooi vind. En dan krijg ik controle terug over mijn leven. Want dan ben ik opeens in staat om te zeggen van, hé, hey, maar als het aan mij ligt dat het gebouw lelijk is, dan moet ik dus ook aan mezelf uh, werken om de wereld weer mooi te vinden. Dus je kunt iets wat je lelijk vindt mooi gaan vinden. Volgens Jacob is dat gewoon te leren. Dat deed hij zelf ook. Ik ben me met die lelijke gebouwen gaan bezighouden. En uh, ja, ik was eigenlijk een rotjoch. Ik was ook helemaal niet zo leuk. Ik bedoel, ik vond alles lelijk en dit was lelijk en dat was lelijk. En toen ben ik op een architectuurschool beland. Nou, dat was een openbaring. Die mensen bleken allemaal redenen te hebben waarom ze dingen deden zoals ze deden. En verdomd, ik zat na te denken over die redenen. En ik vond die eigenlijk best wel eens goed soms. Niet altijd hoor. Soms dacht ik echt zo van: joh. Je zit uit je neus te vreten. Het gaat echt niet zo. Je, je moet echt beter redeneren. Maar sommige redenen waren echt heel mooi. En toen ik de redenen mooi begon te vinden. toen werd het me ook steeds moeilijker gemaakt om de dingen die voortkomen uit die redenering lelijk te blijven vinden. Dat lukte me gewoon niet meer. Ik dacht opeens van, oh ja, kijk. Oh, gaaf beton, zeg hij. Kijk dan. He? Weet je wel? Dat soort dingen gebeurden opeens in mij. En dat was, dat was een, een, een hele rare realisatie. Als je de reden voor bepaalde keuzes begrijpt, wordt het steeds moeilijker om iets lelijk te vinden. We nemen de proef op de som. Misschien ken je die gebouwen in Rotterdam, de zogenaamde kubuswoningen. Het zijn een, een, een groep, kubussen, ik weet niet precies hoeveel, twintig of zo, denk ik. En daar wonen mensen in. En ze zijn geel en bakstenerig en grijs ook wel. Hè? De, dus ze zijn ook heel opvallend, zien ze eruit. En die uh, kubuswoningen zijn gebouwd door Piet Blom, ontworpen in de jaren 70, opgeleverd in de jaren 80, onder veel kabaal ook toen. En ze werden meteen heel controversieel. Mensen die uh, polariseerden zich om die Kubuswoningen heen. De ene groep vond het super lelijk, de andere groep vond het hartstikke leuk en, en mooi, enzovoort, enzovoort. Dus ze waren heel controversieel vanaf het begin en zijn dat eigenlijk nu nog. En wat misschien wel het meest problematische is dat. David Blom heeft die kubuswoningen allemaal op palen gezet, waardoor de onderkant ontzettend donker wordt. Donkere plekken, dat is eigenlijk altijd een slecht idee in de architectuur. Als je als architect een donkere plek schept, dan moet je eigenlijk terug naar school. En dan moet je even goed leren hoe een donkere plek eigenlijk alleen maar bijdraagt aan de ellende in de wereld. Want ja, donkere plekken die worden opgezocht door mensen die donkere dingen aan het doen zijn. Dat is gewoon zo. En donkere plekken zijn plekken waar mensen zich niet lekker op hun gemak voelen. Hè? Dus als je zo'n puntige kubus ziet. en dan daaronder een grote donkere ruimte. ja, dat is al heel moeilijk om dat mooi te vinden. En dan is het ook gewoon zo. We zijn genormeerde mensen. Dus zo'n kubus op een punt. Daarvan denken we van, ja, wat is dat nou voor een onzin? Hè? Dat is toch niet normaal? Nou ja, en als iets niet normaal is, ja, dan moeten we erover gaan nadenken. En als we dan niet begrijpen waar het over gaat, dan gunnen we het gewoon niet het begrip dat het eigenlijk zou kunnen hebben. En ik denk dat dat ook best wel samenhangt met de biografie van Piet Blom. Want dat is niet goed met hem afgelopen, omdat eigenlijk niemand hem begreep misschien om Piet Blom te begrijpen en die kubuswoningen wat mooier te gaan vinden, duiken we in zijn gedachten. Waar was Piet Blom toen mee bezig? Piet Blom was een leerling van Aldo van Eyck en Aldo van Eyck was een architect die heel erg hard probeerde om de moderne architectuur opnieuw uit te vinden. En op zo'n manier opnieuw uit te vinden dat de moderne architectuur weer contact zocht. Met de mens. Wat Alde van Eyck en Piet Blom probeerden was om de moderne architectuur opnieuw uit te vinden en de mens daarin centraal te plaatsen. Nou, Piet Blom die, die was iemand die heeft veel gereisd en die heeft gebouwen uit het buitenland gezien, de Kasbah in Marokko en zo. En die dacht: van, Goh, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee, dat zouden we eens hier moeten proberen. En met dat proberen. Leg ik ook misschien de vinger op de zere plek? Kijk, het moeilijke met de architectuur is dat het tien jaar kost van eerste idee tot oplevering. He, met een beetje een groot project is het tien jaar voordat met het eerste idee tot oplevering. Dus om dat in een laboratorium te onderzoeken, dat lukt niet. Nou, dat betekent dat heel veel echt gebouwde gebouwen gebouwd zijn als experiment. Ja, en dat gaat wel eens mis. Dus waar schaduw het heel goed doet in een heel heet land. doet schaduw het helemaal niet goed in een kikkerlandje. Begrijp je? Het is gewoon zo makkelijk. Maar ja, daar moet je wel eerst achter komen. Oké, okay, we begrijpen nu wat er in Piet Blom omging. Maar hoe helpt dat mij om die kubuswoningen mooier te vinden? Of elk ander lelijk gebouw? Iets begrijpen betekent al dat je. Veel meer sympathie kan opwekken naar wat er aan het gebeuren is. Dat hoeft niet ver te gaan hoor. Je kan nog steeds beslissen van ja, maar dit is toch fout. Hè? Dus gewoon begrijpen is, is niet alles. Maar begrip, het begrijpen van hoe iets in elkaar zit, is echt de eerste stap naar het opwekken van een zekere sympathie naar iets. Dus als je zegt, ik vind het echt heel lelijk. Dan zou je je kunnen afvragen: van oké, okay, hoe zit het nou in elkaar? Hoe is dit historisch zo gekomen? He, de, de vraag van de geschiedenis is: van hoe in godsnaam zijn we op dit punt aanbeland? Dat is de vraag van de geschiedenis. En de vraag van de science, van, van de exacte wetenschappen, is: hoe zijn de dingen een geheel? Hoe worden ze gevormd uit onderdelen en hoe werken die onderdelen samen? Dat is, dat is de vraag van de exacte wetenschap. Nou, die twee dingen, die twee vragen, de historische vraag en de exacte wetenschappelijke vraag, die gaan jou helpen om te begrijpen hoe iets in elkaar zit. En hoe beter je dat begrijpt, en echt hoor, dit is bijna onvermijdelijk, hoe meer sympathie je zult opwekken voor datgene wat je dan begint te aanschouwen. Dank je, Jacob. Wie weet vind je dat ene spuuggelelijke gebouw waar je je zo aan ergert na het luisteren van deze podcast toch een stukje mooier? Of in ieder geval minder lelijk. Jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende.